Like deze video in de volgende 2 seconden. Kan jij het? 1 en 2. Kinders en meisjes, welkom bij Brookhaven. Ik ben terug en vandaag gaan wij naar de beste glitches in Brookhaven, oké? Okay? We gaan ze allemaal uittesten en er zijn dakloze mensen hier, oké? Okay? Wacht, ben je serieus? Zijn ze serieus dakloos? Oh my, ik zie een tent daar. Leven ze daar? Oh nee. Misschien kan ik wat Robux brengen, want ik bedoel, ze zijn hier aan... Oh, ze zijn letterlijk hier aan het slapen, maar er staat hier dat... Wacht. Kijk uit. Gekke mensen leven hier. Oké, ik hoef hier niet meer te zijn. Maar ja, vandaag heb ik dus glitches en geheimen die jullie willen weten, oké? Okay? Dus als je waarschijnlijk Brookhaven speelt, weet je over dingen niet die vet zijn. Of wacht, waarom is er een alarm afgegaan bij het vliegveld? Oh my gosh. Ik zie iemand bij het vliegveld. Wacht eens even. Er is een alarm net afgegaan. En het wordt al donker. Nee. Oké, wacht. Laten we naar het vliegveld gaan. Wat is er aan de hand? In het vliegveld. Wacht. Er is een alarm letterlijk afgegaan. Waarom is er een alarm hier afgegaan? Wacht eens even. Wapens gedetecteerd. Dus er is iemand naar binnen gegaan. Met wapen. Oh, er is iemand daar. Waarom is hij met een wapen naar binnen gegaan? Oké, ik ga daar niet achteraan. Iemand wacht. Oh, iemand wacht op mij. Oké, ik ben weg. Die persoon wacht letterlijk op mij. Oké. Ik ben weg. Er is nog iemand erin gaan. Oh my gosh, daar is hij. Dat meisje schiet. Nee, wat gebeurt er? Oké, dat is erg. Dat is erg. Ik ga hier me verstoppen. Oké, dit is niet goed. Maar het is vandaag eigenlijk Koningsdag. Het is fijne Koningsdag, iedereen. Maar vandaag gaan we de glitches uittesten die veel van jullie niet weten. En we gaan beginnen met deze. Oké, we moeten een slaapzak pakken. Oké, we moeten een slaapzak eerst pakken. En dan moeten we hier een slaapzak plaatsen. En dan komen we in een kamer hier. Oké. Oké, wacht. We moeten eerst een ander geheim activeren. En dat is hier zo. Als het goed is, moeten we eerst naar het bureau gaan. En daarmee activeren we deze dingen. Dus laten we hier eerst heen gaan. En waarschijnlijk zijn de knoppen nog niet geactiveerd van het bureau. Dus we gaan erin. En dan zijn we erin. En dan moeten we natuurlijk deze knoppen... Oh, er zijn al... Oké, wacht. Ze zijn aan. Oh, deze dingen zijn niet aan. Oké, dus deze moet eerst aan. En dan moet de knop... Oké, de knop is nog steeds niet geactiveerd. Dus we moeten snel verder. Maar er zou dus een glitch zijn waardoor je soort van kan teleporteren naar andere plekken. Ja, het klinkt een beetje raar. Maar ja, teleporteren in Brookhaven. Ik bedoel, jullie weten al, bij het hotel kan je teleporteren. En is dat nou een hotel? Oké, daar is een hotel. Dus we kunnen dat zo meteen gaan testen. Maar laten we eerst naar boven gaan. En dan, als het goed is, zouden we eerst hierin moeten gaan. En dan zouden we de knoppen aan moeten doen. Waar zijn ze? Wacht, ik ben iets vergeten. Wat ben ik vergeten? Waarom komen deze knoppen niet te fors? Oh, ik ben naar beneden gevallen. Oké. Oké, laten we naar buiten gaan. Oké, laten we naar het hotel gaan. En laten we kijken welke glitches we nog meer kunnen doen. En welke geheimen jullie waarschijnlijk nog niet weten. Oké, want ik weet superveel geheimen. En ik wil het allemaal aan jullie zien. Oké, zelfs met een helikopter kun je glitchen. Maar laten we eerst naar deze hotel gaan. Want bij deze hotel is er een geheime ingang waar je... Dat is een mooie auto, oké? Maar kan ik naar binnen? Oké, de deur is dicht. Kunnen we gewoon met een slaapzak naar binnen glitchen? Want ik wil graag deze Robux-sluis pakken voor de arme mensen in mijn server. Dus kom op, ik wil even naar boven gaan. Oké, ik doe niks hoor. Dan gaan we naar beneden en dan gaan we hierin. En dan hebben we de Robux, oké? Als je dit nog niet wist. Ik bedoel, heel veel mensen van jullie weten dit niet, oké? Want dit is een moeilijke glitch. Niet moeilijk. Maar als je dit niet weet, kan je niet bij deze kluis komen. Oké, laten we een bom pakken. Laten we hier een bom plaatsen. En boom. Oké, mijn Robux nu. Oké, let's go. We hebben de Robux. En nu is de eigenaar van het huis ook... Heeft die melding gekregen, oké? Dus laten we naar boven gaan. De knop inklikken. En dan zijn we in de lift. Maar dan moeten we naar boven gaan. Want we moeten in een van deze kamers gaan. Ik hoop niet dat de eigenaar hier is. En dan als je in een van deze kamers gaat, zie je allemaal vette dingen. Net als... Een service, de ramen, dat kunnen we niet inklikken, want we zijn niet de eigenaar. Maar als we nou letterlijk in deze hoek gaan en dan springen, dan zijn we hier in deze vent. En ik heb dit maar één keer laten zien in een video, oké? Wanneer de update uitkomt. Dus heel veel van jullie weten dit waarschijnlijk niet, oké? En dan zijn we geteleport, oké? Ik weet niet of jullie het zagen, maar we zijn zojuist geteleport. En nu zijn we in de roze kamer, ja. Oké, laten we een boek pakken, want deze boek hebben we later nodig. Oké, dus pak deze boek. Waarom kan ik deze boek niet pakken? Oké, ik kan deze boek niet pakken. Oh, oké, ik heb eindelijk de boek te pakken. Oké, let's go. Oké, ik heb de boek en nu moeten we eigenlijk naar buiten gaan. En ik wil niet via de voordeur, dus we gaan via de raam als dat kan. Want ik denk wel dat we dat kunnen doen. Oké, nu zijn we aan de zijkant van het hotel. En dit is best wel gevaarlijk, want als ik nu val,
breek ik mijn benen waarschijnlijk als dit echt zou zijn. Maar dit is Roblox, dus we kunnen daarvan afspringen. Oké, maar laten we naar buiten gaan, want we moeten eigenlijk naar de volgende locatie gaan. En dat is in de school. Dus als we naar de school gaan nu, zouden we bij de school een knop moeten vinden die we moeten inklikken. En deze knop is dus moeilijk te vinden, oké? Heel veel mensen zeggen dat dit makkelijk is, maar deze knop is een van de moeilijkste knoppen die er is. En deze knop zou dus in deze kamer zijn. Ja, in deze kamer. Hier zijn 6 drie knoppen hier en 1 knop hier. Maar zouden deze knoppen dan bij dit horen? Ik weet het niet. Hier is ook een knop. Dus er is een knop in deze kamer. Als je hem indrukt, komt er een ingang die geopend wordt op het dak van de school. Oké, laten we hier naartoe gaan en laten we gewoon elke knop aan gaan doen, oké? Alles ga ik aandoen en dan ga ik naar het dak toe. En dan zou er dus een opening moeten openstaan. Oké, we gaan naar het dak en dan als we hier ingaan, dan zouden we in een geheime kamer moeten in kunnen glitchen. Dus als we hier een slaapzak plaatsen, dan kunnen we dus in een geheime kamer komen. Ik weet niet precies wat dat hier was. Oké, en dan zitten we... Oké, we zitten onder... Oké, wat gebeurt er? Ik ben helemaal aan het glitchen. Oké, dit is niet goed. Wat als ik mijn slaapzak hoger plaats? Wacht een 7. En nu zitten we soort van in de school. Maar ja, oké, we kunnen niet in de geheime kamer. Ik denk dat we nog 1 ding moeten activeren. En hiervoor moeten we natuurlijk naar het ziekenhuis gaan om de poster aan te klikken. Dus ik weet niet hoeveel geheimen al geactiveerd zijn in het ziekenhuis. Maar we moeten hierin gaan. We moeten de poster in gaan klikken. Dan komt er een vlam. En met deze vlam kunnen we veel meer doen. Dus laten we naar de volgende gaan. En de volgende is natuurlijk de bibliotheek. En met het nieuwe museum zijn er zoveel meer mogelijkheden voor geheimen. Maar die moeten we nog eigenlijk onderzoeken, oké? Dus als jij nog iets hebt gevonden in Brookhaven, laat het me weten. Want we zijn elke dag op zoek naar meer geheimen. En dat was een raar geluidje. Oké, ik weet niet of jullie dat hoorden, maar dat was een heel raar geluidje. En nu moeten we met het boek verder gaan. En we gaan eigenlijk naar de Brookhaven Bank. Want mensen zeggen dat als je met deze boek de Brookhaven Bank berooft, er iets raars gebeurt in Brookhaven. Oké, ik weet niet of dit vervolgd kan worden, maar oké, laten we naar binnen gaan. Laten we met het pasje naar binnen gaan. En laten we de bom snel pakken. Wacht, ik heb al een bom. Oké, snel. We moeten de bom. Ik hoop dat er geen politie is. Robux pakken. Oké, let's go. Oké, nu moeten we naar de geheime basis gaan. En dan zouden we nog 1 ding moeten doen. Ik weet niet waarom het zo donker is, oké? Het is extra donker vandaag in Brookhaven. Oké, op de lamp klikken. Oeps, een bom geplaatst. Oké, laten we naar beneden gaan en dan zijn we hier, oké? En zoals jullie kunnen zien is hier een kast met witte lichten. En hier ook een kast met witte lichten. En deze moeten dus aanstaan om de volgende te doen. En dan zouden we eindelijk bij de nieuwe kamer komen in Brookhaven als we al deze dingen hebben gedaan. En als het goed is, kunnen we dan eindelijk deze buis hier, die ontploft is door waarschijnlijk het bureau, die, ja, er is soort van ingebroken via deze buis naar deze kasten van het bureau, kunnen we die eindelijk gaan, ja, losmaken en eindelijk het bureau weghalen van Brookhaven. Dus ik hoop dat dat kan lukken. Oké, als jij nog meer wilt, like en abonneer als jij wilt dat ik deze kamer ga bezoeken. Laters.